mensen, noem maar game. Leuk je weer kijken naar deze nieuwe episode van Skyblock met Job. De vorige episode hebben wij besloten om onze bel te gaan pakken en om even al deze bomen om te gaan hakken. Want jongens en meisjes, we hebben weer een nieuwe kans om weer nieuwe dingen te gaan doen. Maar voordat ik dat ga doen, ik heb trouwens net een clownfish gevangen. Ik wou namelijk net gaan opnemen. Alleen de wasmachine stond aan, dus het hoorde heel erg hard op de opname. Toen had ik besloten om de opname maar gewoon even opnieuw te doen. Dus hier ben ik met een tweede opname van Minecraft Skyblock. Ik was maar 1 minuutje aan het opnemen hoor. Ik heb alleen even die clownfish gevangen en that's it. Ik vind het altijd wel leuk om gewoon de episode af te starten met het vangen van 1 dingetje, weet je wel. Voor hetzelfde vang je iets goeds. De kans is pittig klein, want we hebben alleen maar Lure 3 en geen Luck of the Sea. Dus de kans dat we wat vangen wat echt zeldzaam is, dat is heel erg klein. En Lure 3 helpt ook echt voor in ene flikker. Misschien moeten we dan toch maar een grotere vijver zien te krijgen. Maar oké, dat zien we nog wel een keer weer een pufferfish. Scheidhekel heb ik aan die dingen. Maar ja, ik wou hem weggooien, maar laten we dat maar niet doen. Weet je waar je echt dom bent als je pufferfish gaat eten? Heb ik een aantal keer geprobeerd, maar dat moet je echt doen. We hebben trouwens al 4 pufferfish en we hebben nu ook een clownfish. We wouden natuurlijk die villager farm maken, maar in eerste instantie ga ik eerst bezig met het afmaken of met het weghakken van alle bomen. Want daar zijn we echt al best wel lang mee bezig altijd. Dat is in principe helemaal niet erg, maar dat is wel zo. Ik vind het sowieso super chill dat we nu onze eerste jungle tree hebben, want daar krijgen we ook sowieso wel weer heel erg veel saplings van. En die saplings kunnen we gebruiken om meer jungle trees te spannen. In ieder geval jongens, even een blauw duimpje omhoog achter als je dat nog niet gedaan hebt. Dat zou ik super dope vinden, dus doe dat even. Voor de rest hak ik dus nog heel even rustig wat van die logs weg, hoppakee. En dit is als het goed is alweer episode 20. Ik zou heel even kijken. Of dat kan ik al helemaal niet zien hier. Als het goed is het weer episode 20, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik ga er wel vanuit. Dus holy shit jongens en meisjes. 20 episodes hier op hetzelfde blokje. Fucking awesome om te zien dat jullie het elke keer weer toch nog steeds zo leuk vinden. Dus ja, vandaar. Lukt het nog? Ja, dit lukt aardig. Dit lukt aardig. Zo. Die nog even weghakken. En nu zit... Oh, kijk. We hebben echt lekker veel hout, jongens. Even kijken. We hebben nu weer 4... Hier, meer als een stack alweer. Dat gaat echt super snel hierbij. Dat is echt fucking awesome. Zo, dan hak ik deze 2 nog even weg. En dan plaats ik zo meteen wel weer de saplings terug. En de volgende episode is ik aan te denken om bezig te gaan met het maken van de villager farm. Maar daarvoor moeten we eerst even dat plateau heel erg groot gaan maken. Want ik weet niet hoeveel ruimte die villager farm in beslag gaat nemen. Ik ga ervan uit dat die best wel veel ruimte in beslag gaat nemen. Dus ik wacht er nog heel even mee voordat ik de villager farm officieel ga maken. Maar ik denk dat die echt... Oh, mijn haartje is echt helemaal irritant gewoon. Ik denk dat die echt fucking awesome gaat worden. Ik denk echt dat die ook gaat werken. Dan ben ik echt super blij. Want dan hebben we eindelijk een Iron Golem farm. Het enige wat ik voor moet spannen zijn 2 Iron Doors. En dat is eigenlijk ook echt heel weinig. Ik bedoel, wat je ervoor krijgt is het vrij weinig. 2 Iron Doors. Maar je krijgt ook gelijk fucking veel shizzle. Maar ja, die 2 Iron Doors mag ik spannen. En dat ben ik fucking blij mee. Want die hebben we nodig voordat we een villager farm kunnen maken. Voor de rest ga ik allemaal ledje doen van de villager farm. Hoppakee. Deze hier. En ik pak voor de rest nog even wat acacia saplings. Hoppakee. Is hier nog wat... Hout? Ja, daar is nog hout. Fucking veel dat het hout nooit afbreekt zodra je ook maar 1 dingetje vergeet. Dat is zo retarded altijd. Hier die nog. En dan zie ik er daar nog heel sneaky eentje zitten. Zo van, kijk mij, ik ben sneaky. Zo, die mag weg. En die mag weg. Awesome. Ik mis er nog eentje, denk ik. Oh nee, dat is het. Te gek, dan ga ik deze hier allemaal even plaatsen. En dan moeten we even 4 jungle saplings hebben. Die ik nu even op dit moment niet heb. Dus dat doe ik. Ik ga deze even weg. Zo. Doe ik deze 4. En dan doe ik deze even. Oh kut, dat was natuurlijk hout. Ik moet natuurlijk wel even dirt gaan plaatsen. En dan doe ik kutzooi. En dan doe ik even kijken. Dirt mag hier. Met een setting drop. Awesome. Of weet je, dit is te dicht. Hier zo. Oké, nu hebben we weer allemaal acacia. Voor de mensen denk je, waarom dan? Omdat we op dit moment even geen jungle saplings hebben. Dan kunnen we dus ook niet met jungle saplings doen. Oké, ik ga even snel alles hierin doen. Dan ga ik even snel kijken wat ik allemaal heb in totaal. Ik heb in totaal best wel weer veel, geloof ik. Ik heb zeker weten superveel. Hier kan ik echt weer heel ver mee komen. En dan kan ik het plateau ook weer flink mee uitbreiden. Wat ook erg dope is. Even kijken hoor. Wat heb ik nodig? Nou, dit is eigenlijk vrijwel alles wat ik nodig heb. De deur doe ik even snel hier. En ik ga ondertussen even wat oogsten. Zo. Oké, okay, dat gaat echt lekker, die wortels. Dat gaat heel goed. We zitten nu op de 11 wortels. Of de 8 wortels in totaal. Dan kunnen we hier even weer lekker gaan boeien. Dat ga ik ook gelijk even doen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even slapen. Want ik wil namelijk deze episode bezig gaan met het maken van het plateau. Zodat wij de volgende episode misschien wel de villager farm kunnen maken. Ik hoop het. Maar ik weet het niet zeker. Die daar trouwens. Die pumpkin is al bijna klaar. Dan kunnen we weer een nieuwe snowmonster maken. Alleen we moeten ervoor zorgen dat we die een paar blokjes... Oh, what the fuck? Is het weer zover? Je spant daar gewoon, hè? Je spant daar. Ja, kijk. Oh, dat vind ik zo schattig, vind ik hem eruit zien, hè? Maar hij spant daar gewoon. Dat kan niet anders. Laat die beneden weten in de comments hoe het kan dat die beesten eruit komen. Of, jawel, ze komen er wel uit. Ja, ik had natuurlijk nog niet, ik had het nog niet afgemaakt. Oh nee. Oh kut. Kom terug. Nee. Oh nee, wat doe ik nou? Shit. Oh nee, fuck. Oké, jullie gaan allemaal dood. Het is jammer, ik moet jullie vermoorden. Nee, ze duwen elkaar er vanaf. Kijk dan. Sneaky. Kut. Kutzooi. Shit, man. Ik ga dit echt even hossen dat dit niet meer gaat gebeuren. Want...
Zo. Ik heb alweer 5 porkchop. Hé, dat is chill. Dat is heel chill. Hier is ook nog. 5. Oh, 8 porkchop. Oké, dat heb ik er dan wel weer voor over. Ik moet heel even snel wat cobblestone gaan verzamelen. Want dit gaat niet goed. Ze komen op een of andere manier. Kunnen ze over die walls heen komen. Dat doen ze waarschijnlijk omdat ze... Op... Ze zijn slim, die beesten. Ze zijn echt heel slim. Heb ik hier een cobblestone? Nee, helemaal niet. Dan ben ik de lul. Want dan moet ik het anders gaan doen. Dan moet ik het met mijn wooden gaan doen. Oh, wat is dat toch erg altijd als dat gebeurt. Nou ja, dan weten we in ieder geval dat we daarvoor uit moeten kijken. Wat we dus even moeten doen, we moeten even die hekken eromheen bouwen. Nu hebben we wel, ja, we hebben wel porkchop, hartstikke leuk en allemaal. Maar dit is wel kut aan de ene kant. Zo. Dan moeten we even voorkomen, want ik vind dat heel zonde van de biggen. Zeer waarschijnlijk zijn er nu weer een paar uitgekomen. Oké, nu kan ik even snel een pickaxe gaan maken. Zo. Ik heb er geloof ik denk ik 12 nodig. Dan kan ik weer even heel wat walls maken. Dan kan ik die er even omheen zetten. Want ik wil niet het risico lopen dat ze zometeen allemaal losbreken. Want het is al heel vervelend als ze dit de hele tijd doen. En als ze dan toch nog een keer loskomen, dan weet ik dat ze gewoon spammen. Dat is goed als ze er spammen. Maar ik ga er niet vanuit. Ik had het gewoon met fansjes moeten doen eigenlijk. Ik had het gewoon eerlijk gezegd met fansjes moeten doen al met al. Maar hey, ik bedoel nu, ik heb het niet met fansjes gedaan, dus het houdt gewoon op. En ik weet dat ze over 2 hoog kunnen ze echt niet heen springen. Dat is onmogelijk. Dat durf ik te wedden dat dat niet kan. Oké, 15. Awesome. Dan maak ik even snel op. Kijk, en dan hebben we de 12. Dat moet genoeg zijn. Dan ga ik heel snel naar boven nu. Want ik wil natuurlijk niet het risico lopen dat het zometeen verkeerd gaat. Want op een of andere manier zijn die biggen heel biggen. Ja, kijk, er is weer eentje uit. Ze zijn heel sneaky. Ja, ze gaan er wel gewoon allemaal uit. Fuck. Zo, nu kunnen ze er niet meer uit. Als ze er nu nog uitkomen, dan weet ik het ook niet meer. Dat lijkt me ook heel vrij onlogisch. Want dat moet onmogelijk zijn. Nou, we hebben er nog een paar over. En degene die we niet meer over hebben, die moeten we dan maar gewoon vermoorden. Die is dood. Die is sowieso dood. Heel zonde. Jij dan. Ja, nice. Ik heb in ieder geval weer 4 porkchop erbij. Iets te eten. En dit ziet er aan de ene kant ook weer vet uit. En dan jammer dat ze dood zijn gaan. Misschien kan ik het overdekken of zo met slabs. Dan hebben we een soort van kennel als we dat doen. Lijkt misschien nog wel een goed idee ook. Dan weten we in ieder geval dat ze er nooit meer uit kunnen. Hier kunnen ze toch ook niet overspringen? Ofwel, kunnen biggen dat? Nee, toch? Nee, nu kunnen ze er niet meer uit. Dat moet niet kunnen, weet je. Dat is onmogelijk. We hebben wel weer lekker veel porkchop nu. Dus dat vind ik dan wel weer heel chill. Als ik eerlijk ben. Kijk, hoppakee. 8 porkchop. Dat is vrij... Ah, kijk, eten gaat nu wel lekker in principe al met al. Het is niet heel veel natuurlijk. Niet dat je zegt, oh, dan kunnen we echt altijd in leven blijven. Want we hebben fucking veel eten. Sowieso niet, maar we hebben genoeg eten om nu weer even mee door te kunnen. Wat ik even ga doen, ik zit eraan te denken om het overdek te gaan maken. Dat lijkt me in principe wel een goed idee. Dus wat doen we? We gaan gewoon even wat slabs maken van jungle wood. Dat is iets te veel, denk ik. Laten we zeggen 60. Misschien kunnen we het daar even mee overkappen. Dat ziet er misschien nog wel mooi uit ook. En zo niet, dan heb ik gewoon 60 jungle slabs voor, weet ik veel wat. Maar ik wil even weten of dat er mooi uitziet. Want dan hebben we niet. Dan weten we gewoon zeker dat ze er nooit meer uit kunnen. Dat is pittig chill. Even mezelf omhoog krijgen hier. Zo. Ik denk dat dit wel awesome is. Kan ik er zelf nog in lopen? Ja. Kijk, dit moeten we denk ik even zo een tijdje doen. Dan hebben we zeg maar een iets mooiere kennel. Dan kunnen die biggen niet meer uit. Gevangen bij de biggengevangenis. Ja, de biggengevangenis. De biggengevangenis van Job. Beste biggengevangenis ever. Ze komen er nooit meer uit op deze manier. Ik loop hier ook gewoon met porkchop. Zo van, hey, kijk, ik heb jullie broertjes en zusjes vermoord. Ja, jullie worden ook vermoord als jullie niet luisteren. Fucking awesome. Dan weten ze in ieder geval dat ze niet moeten fucken met ons. We hebben wel iets meer nodig. Iets meer slabs. Maar dat is wel handig. Want dan weet ik in ieder geval dat ze er echt niet meer uit kunnen komen. Niet dat het nu nog kan. Want het kan sowieso niet meer. Hé, maar het ziet er ook wel mooi uit. Vind ik zelf. Dus vandaar. Hoppakee. Ik ga eerst het even helemaal omtrekken. Zeg maar. Dat is wat makkelijker. Nee, maar ik wil wel van zeker zeggen dat ze er echt niet meer uit komen. Want ik vind het fucking vervelend als ik hier kom. En opeens lopen er allemaal losse biggen. Want dan vertrouw ik het niet meer hoor. Ja, dit is veel mooier ook. Oké, ga ik snel naar beneden. En dan ga ik even de rest van maaien. Oh, kut, oh, kut, oh, kut. Oké, awesome. Oh, kut, oh, kut, oh, kut. Oké, awesome. Wat ik even ga doen, ik ga nog even snel wat meer jungle. Oh, ik heb jungle wood bij me. Awesome. Dan pak ik even snel, doe ik het even bij elkaar. Zo. Ik heb meer nodig. Dat weet ik vrij zeker. Pak even de stack nog erbij. Zo, heb ik er weer. Ja, dit is wel genoeg. Zo, heb ik meer als genoeg. Kan ik die slabs altijd nog voor andere dingen gebruiken. Misschien als ik ooit de koeien van maak, kan ik die over kappen. Want ik heb er een scheidhekel aan als die beesten allemaal losbreken. Kijk, die ziet er nog mooi uit ook. Zelfs ik nog kunnen zeggen dat ik hier iets van pilaren ga maken of zo. Om het net nog iets mooier te maken, maar dat zie ik wel. Kijk, dit is niet zo moeilijk namelijk. Zo. We hebben echt niet meer veel nodig. We hebben veel te veel gemaakt. Maar als we dan ooit andere farms krijgen, kunnen we dat ook met slabs gaan doen. Dus ik vind het niet zo zonde, eerlijk gezegd, dat we nu iets te veel hebben gemaakt. Of iets te veel, veel te veel. Maar ja, wat ik altijd zeg, weet het veel te weinig, weet je wel. Hop, hop, hop. Of nou, altijd. In de meeste gevallen is dat wel zo. Naar mijn mening. Oké. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop,
Oké, dit is awesome. Ik bedoel, dit ziet er goed uit. Hé, het is wel een beetje claustrofobisch, maar dat kijk, ze kunnen er nooit meer uit op deze manier. Kunnen we nog iets doen om het nog iets mooier te maken? Ja, misschien kunnen we, ik weet nog wel wat. We kunnen ervoor kiezen. En dan ga ik gewoon even een extra workbench maken, vind ik zonde van het hout. Ik heb een idee namelijk. Oh ja, dat vind ik zo chill dat je er vanaf kan springen. Maak nog even één fence gate erbij, of twee bedoel ik. Wacht even hoor. Zo. Oké, wacht even hoor. Awesome, dan kunnen we het net iets mooier maken. Dan zijn we klaar. Dan gaan we snel naar boven om de rest verder te maken. Nee, we zijn best wel blij dat we deze keuze hebben gemaakt. Want nu kunnen ze het niet meer uit. En nu hebben we er gewoon een soort van biggengevangenis. Een varkengevangenis of iets in die trant. Ik vind het in ieder geval fucking awesome. Wat we nu nog even doen om het even af te maken. Is we zetten hierboven nog even, ook het, nog even twee van die dingen. Kijk, nu kunnen ze er nooit meer uitkomen. Ja, hadden jullie maar niet zo stout mogen zijn, hè? Nee, hadden jullie maar even niet zo stout mogen zijn, hè? Oké, awesome. Zo, gaan we hier snel weer naar buiten. En dan hebben we dit af. Ik vind het er ook best wel mooi uitzien al met al. Misschien dit even weghakken zo. Nee, laat ik het maar gewoon zo houden. Vind ik wel best eerlijk gezegd. Ik vind het wel best zo. Deze even weghakken. Awesome. En dan kunnen we hier naar boven gaan. Echt, dit is echt een fucking hoge trap geworden. Dit is echt fucking sick. Als je hier bovenaf had, dan ben je in één keer dood. Ben je in één keer alles kwijt. Dat is wel weer een beetje het nadeel van wat we hier hebben gedaan. Het is een beetje risky, maar ik vind het leuk. Ik vind het vet. Oké, hier komt dan uiteindelijk de villager farm of gewoon een farm. Ik denk de villager farm, want we hebben echt iron nodig. Want zodra we iron hebben, hebben we dan bijvoorbeeld 20 XP. En dan kunnen we ook gelijk een, bijvoorbeeld een iron axe of zo gaan enchanten. Wat veel chiller is dan eentje van stone. Dus vandaar, doe ik ook veel liever. Vind ik dan, heb ik het idee dat ik zeg maar ook daadwerkelijk waarde krijg voor mijn XP, om het even zo te zeggen. Dus daarom. Even kijken of ze nog wel opneemt. Ja, dat is aan doen, mooi. Moet je altijd even weten. In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken van deze video. Vond je dit leuk? Vergeet even een blauw duimpje omhoog achter te laten. Ik weet niet of ik de volgende episode bezig ga met de Village Farm. Ik denk het niet. Ik denk de episode daarop. Want we moeten de volgende episode denk ik er nog even afmaken. Maar dat zien we dan wel. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vond je dit leuk? Laat een blauw duimpje achter. En dan zie ik jullie de volgende keer met een nieuwe episode van Minecraft Skyblock met Job. En ik zeg ciao.